Hallo, wat leuk dat je kijkt. Mijn naam is Nadie Kuiten en ik ben holistisch hondengedragstherapeut en de eigenaresse van Van Hakjes tot Poepzakjes en de Spiritual Dog Mom. En in deze aflevering ga ik je wat vertellen over edelstenen. Een van de meest gestelde vragen is denk ik wel, hoe zet ik edelstenen in voor mijn hond? Nou, er zijn verschillende manieren en nu ga ik er 3 voor je uitlichten. Je kan ervoor kiezen om de edelsteen bij het bijgeleverde koordje wat je altijd krijgt bij ons, aan de halsband van je hond vast te maken. Dan heeft hij hem om als hij een halsband draagt. Ook kun je ervoor kiezen als je hond een tuigje draagt, om de edelsteen aan het tuigje van je hond te maken. Let er wel altijd op dat je het aan de bovenkant doet en niet de onderkant, want anders kan het gaan storen en irriteren. En je hond hoeft niet altijd zijn tuigje aan te hebben of het halsbandje om te hebben om te kunnen genieten van de werking van de edelsteen. Dus ook als het alleen is voor het buiten zijn, is dat helemaal prima. Als je creatief bent, kun je hem natuurlijk ook ergens anders aan vastmaken, aan een bench of aan een kastje, als je zeker weet dat je hond er niet aan gaat knabbelen. Een andere fijne manier is om ervoor te kiezen om de edelsteen in ons aangeleverde zakje te stoppen. Als je een kleine formaat steen hebt, stop je hem simpel in het zakje en je plaatst hem onder het kussen van je hond of legt hem gewoon simpel in de buurt van je hond. Ook super handig als je gaat reizen, want je kan hem altijd meenemen. Heb je nou een hond waarvan je zegt, ik weet niet of hij die edelsteen met rust gaat laten, dan kun je er ook voor kiezen om een groter formaat in de woonkamer of de slaapkamer of een andere kamer waar je hond verblijft, de steen groot erbij te zetten. Schrik er niet van als je hond aan de edelstenen gaat likken of misschien zelfs aan gaat knabbelen. Voorkom dit wel, maar dit betekent dat ze interesse hebben in de stenen. Dit is normaal gedrag voor je hond. Maar zorg altijd dat het veilig is. Als je een van deze 3 opties kiest, dan heb je zeker een hond die tevreden is met zijn edelsteen. Het is ook erg belangrijk dat je edelstenen regelmatig reinigt en oplaat. Hoe je dat doet, staat sowieso uitgelegd per edelsteen die je kan kiezen in de webshop. Maar ik zal nu ook al een aantal voorbeelden geven. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen als je een bergkristal hebt om die af te spoelen onder stromend water. Je kan hem er een aantal minuten onderhouden en dan reinig je je steen. Je kan hem daarna vervolgens weer opladen in het licht van de volle maan. Niet alle edelstenen mogen in het water, dus kijk altijd goed per edelsteen die je bij ons aanschaft, welke in het water gereinigd mogen worden. Een andere manier is, je vult een kommetje gewoon met wat zand, wat aarde en zet daar je edelsteen in om te ontladen. Bijvoorbeeld de edelsteen hematiet, dat is een kleine zilveren steen, die mag dus niet in het water. Die kun je dus in het zand plaatsen en ontlaat die. Laat hem 24 uur in zitten. Ook kun je ervoor kiezen om gewoon een gat te graven in je tuin en hem daarin te doen. Een ander super fijne manier is om een oplaad- en ontlaadsetje aan te schaffen. Die kun je ook gewoon bij ons in de webshop vinden. Je hebt een setje met hematiet en een setje dan die je erbij krijgt met bergkristal. Eerst plaats je gewoon simpel je steen die je wil ontladen in de hematiet en laat hem daar een hele dag in zitten. Of een nacht is soms ook al genoeg. Daarna plaats je hem in de bergkristal en dan wordt hij weer opgeladen. Want ook bergkristal laad je edelsteen op. Een op- en ontlaadsetje. Over bergkristal gesproken, ook gewoon tegen een bergkristal aanleggen zorgt ervoor dat je steen opgeladen wordt. Een andere fijne steen daarvoor is de seleniet. Wij verkopen seleniet schijven en grotere stukken. Zo'n schijf of een langwerpstuk waar je de steen simpel op kan leggen, 's avonds bij het slapen gaan, zorgt ervoor dat je steen wordt opgeladen en ontladen. Een andere fijne manier is om wierook te gebruiken, bijvoorbeeld sendelhout. Maar wat ook erg fijn is om witte salie te gebruiken, van onze smudge stick set, of heilig hout. Je steekt hem gewoon aan en haalt de edelsteen door het rook heen. En voilà, you are ready to go. Wist je dat je ook edelsteenwater kan maken voor je hond? Je kan simpel de steen in de bak van je hond plaatsen en water erbij voegen. Het water neemt de energie op van de steen en zo krijgt de hond de welzame herking binnen. We hebben grotere stenen die in het water mogen en kleinere. Bijvoorbeeld deze bloedcarniool mag erin. We mogen de amethyst erin doen, de bergkristal of een rozenkwarts. Maar kijk altijd goed dat het ook een edelsteen is die in het water mag en kan. En dat hij niet giftig is voor je hond. Want sommige edelstenen zijn giftig en mogen dus absoluut niet in het water geplaatst worden. Dus als je edelstenen thuis ook hebt, google dit altijd even voor de zekerheid. Ben je bang dat je hond de stenen uit het water haalt, dan kun je ervoor kiezen om met een indirecte methode te werken. Je pakt dan een glazen kan, die vul je met water en daar plaats je ook de edelsteen in. Je laat hem zo eens ongeveer 24 uur staan en het water neemt de energie van de steen op. Zet hem niet in de koelkast, want die elektronische straling is niet goed voor het water en belast het. Kijk bij elk product altijd goed in de webshop voor de uitgebreide informatie, zodat je het altijd goed en veilig gebruikt. Dankjewel voor het kijken.